Opgave 36. Ik moet hier weer differentiëren. Het verschil met opgave 29 is dat hier ook wortelfuncties in komen te staan. Dus het wordt iets complexer. Nou, begin ik met a. Fx is 1 gedeeld door x wortel x. Het doel is weer om de functie te schrijven als een x tot de macht met een getal ervoor. Dus die 1 gedeeld door x wortel x moet ik gaan herschrijven. Nou. Dan moet je stukje voor stukje je kennis gebruiken. Die x, daar doe ik niets van mee. Maar die wortel x kan ik schrijven als x tot de macht een half. Dan weet ik dat ik nu x tot de macht 1, staat er eigenlijk, x tot de macht half, samen kan nemen. Dan maak ik van x tot de macht anderhalf. Nou, er staat 1 gedeeld door. Ik wil het schrijven zonder 1 gedeeld door. Hij gaat naar de teller. Dan komt er een minnetje voor de exponent. Nou, op het moment dat ik hem zo geschreven heb, dan kan ik de afgeleide uitrekenen. De exponent komt ervoor en wordt eentje minder. Nou, dit is in principe het differentiëren. Al het andere is algebra rekenen, is herschrijven, is herleiden. Dat moet ik nu ook nog een stukje doen. Want we hebben afgesproken, als de som gegeven is zonder gebroken en negatieve exponenten, dan moet je het antwoord ook weer terugschrijven. Nou ja, ik heb hier een antwoord met een negatief en een gebroken exponent, dus dat moet ik herschrijven. Nou, dan ga ik eerst die min anderhalf, laat ik even daar staan. Het minnetje betekent 1 gedeeld door. Dus x tot de macht 2,5. Nou, ik weet niet of je er net is opgevallen, maar dat ik x wortel x. Dat was x tot de macht 1 keer x tot de macht 1,5. Ja, zo heb ik hier x tot de macht 2 keer x tot de macht 1,5. Want gelijke grondtal, exponenten optellen, dus 2 plus 1,5 is 2,5. Dus zo kan ik die splitsen. En dan kan ik dus van maken 1 gedeeld door x kwadraat wortel x. Nou ja, wat moet ik nou met die min anderhalf? Ja, sommigen zeggen van nou, die zetten we in de teller. Zo, dus die doet ze keer elkaar. Maar dit vinden we niet heel netjes bij wiskunde. Het is gewoon, ja, het is gewoon een gewoonte om die min anderhalf niet een breuk in de teller van een breuk te zetten. Wat je wel kunt doen, is op een gegeven moment je realiseren, en dat komt na een tijdje wel, dat min anderhalf hetzelfde is als 3/2. En op het moment dat je dat hebt, kun je tellen keer tellen doen, noemen keer noemen. Dan krijg je min 3 gedeeld door 2x kwadraat wortel x. En dan staat er geen breuk in de teller. En dat vinden we bij wiskunde, vinden we dat een beetje mooier. Gaan we naar vraag B. Vraag B bestaat uit twee stukken. Wortel x min 1 gedeeld door wortel x. En wat je moet doen is stap voor stap gaan herschrijven. Steeds het doel voor ogen houden. We moeten hem schrijven als getal keer x tot de macht een getal. Nou, wortel x, het eerste stukje, onthouden, x tot de macht 1/2. Nou, komt nog een wortel x tegen, die schrijf ik ook, tot de macht 1/2. En dan heb je nog 1 gedeeld door, en dat is een minnetje voor de exponent. Oké, ik heb hem nu herschreven. Dan ga ik de afgeleide doen. En je ziet, ik doe vaak de afgeleide onder waar ik de som heb staan. Het zou misschien handiger zijn als ik gewoon onder elkaar doorwerk, zal ik bij de volgende opgave doen. Maar ik schrijf het graag er direct onder, want dan weet ik wat ik doe. X tot de macht 1/2. De half komt ervoor en wordt eentje minder, dus dat wordt min 1/2. Dan heb ik dat minnetje wat er al staat. Dan komt de min 1/2 komt ervoor en wordt eentje minder, dus wordt min 1/2. Nou, afspraak is dat je dit niet zo laat staan. Dus hier staat 1/2. X tot de macht min 1/2. De min betekent 1 gedeeld door en de half betekent de wortel uit. Min min wordt plus. Dan heb ik weer 1/2. X tot de macht min 1/2. Die doe ik even in twee stappen. De min betekent 1 gedeeld door. Zo. Nou, ga ik weer even terug naar die eerste. Tel ik het tellen, noem ik een noemer. 1 keer 1 is 1. En daar komt in de noemer 2 wortel x te staan. Deze tweede breuk ben ik niet helemaal klaar mee. Er staat 1 gedeeld door x tot de macht 1/2. Even een zijstapje, x tot de macht 1/2 betekent x tot de macht 1 keer x tot de macht 1/2, oftewel x wortel x. Dus hier staat 1 gedeeld door x wortel x, dan krijg ik 1 gedeeld door 2 wortel x, plus tel ik het tellen, noem ik een noemer, 2x wortel x. En dan is die klaar. Gaan we naar vraag C. Bij vraag C zie je ook de theorie weer terugkomen van opgave 29. Ik heb hier een breuk. En bij vraag A en B had ik een eenvoudige breuk met in de teller het getal 1.
Hier heb ik een ingewikkeldere breuk. Nou, breuken van dit type was de afspraak dat je die splitst. Dus dit wordt x kwadraat gedeeld door x wortel x. Min 2 gedeeld door x wortel x. Nou, nu lijkt hij weer een beetje op vraag A. Ik ga de breuk weer... het doel is dat ik ga schrijven als ax tot de macht n. Alleen er worden hier twee stukken, want ik heb hier twee breuken staan. Ik zal eerst de noemer van de breuk anders moeten schrijven. Nou, x wortel x heb je net ook gezien. Dat is x tot de macht 1 keer x tot de macht 1/2. Is dus x tot de macht 1/2. En dat heb ik bij beide breuken. Nou, de eerste breuk x kwadraat gedeeld door x tot de macht 1/2. Exponenten van elkaar afhalen. 2 min 1/2 is 1/2. Dus dit is hetzelfde als x tot de macht 1/2. En die tweede breuk, ja, in de teller, daar staat geen x. Dus ik moet me alleen bemoeien met die x die in de noemer staat. Die 2, die blijft daar gewoon staan, hè, van de teller. En x tot de macht 1/2, die gaat naar de teller toe. Dat betekent dat er een minnetje voor de exponent komt. Oké. Ik heb hx, ik zet hem nog voor de zekerheid er even bij, heb ik herschreven. En nu ga ik de afgeleide uitrekenen. De exponent komt ervoor en wordt eentje minder. De min 2 die staat er al en de exponent komt ervoor en die wordt eentje minder. Als je het sneller kunt, hè, gelijk min 1/2 keer min 2 is plus 3, dan mag dat natuurlijk ook. Nou, ga ik weer terugschrijven. 1/2, dan ga ik naar die x tot de macht min 1/2 kijken. X tot de macht min betekent 1 gedeeld door. X tot de macht 1/2 betekent wortel x. Min keer min is plus. 2 keer 1/2 is 3. Keer. Ga kijken naar die x tot de macht 2/2. Die tot de macht min betekent 1 gedeeld door. En x tot de macht 2/2, ik schrijf hem hiernaast even op, is hetzelfde als x tot de macht 2 keer x tot de macht 1/2. Oftewel is x kwadraat wortel x. Het minnetje betekent 1 gedeeld door. En x tot de macht 2/2 betekent x kwadraat wortel x. Nou, tel ik in teller, dan noem ik in noemer. 1 gedeeld door 2 wortel x plus 3 gedeeld door x kwadraat wortel x. Gaan we naar de volgende. Vraag D. Kx is x kwadraat keer x wortel x min 3. Ja, hier kun je de productregel doen. Maar ik zou de regel aanhouden, als je haakjes kunt uitwerken, doe dat dan ook. He, tot de macht 5 en tot de macht 7, dat kan je niet uitwerken, maar deze haakjes kun je eenvoudig uitwerken. Dus dat ga ik ook doen. Dat is x kwadraat keer x wortel x, min, waarom min? Nou, ik krijg x kwadraat keer min 3, wordt min 3 x kwadraat. Ga ik proberen te herschrijven. X kwadraat keer x tot de macht 1/2. Ik zet overal even keurig netjes de exponenten bij. Gelijke grondtallen keer elkaar is exponenten optellen. Dus ik krijg x tot de macht 2 plus 1 is 3. 3,5. En die 3x kwadraat achteraan laat ik lekker staan. Ga ik de afgeleide doen. De exponent komt ervoor en wordt eentje minder. De exponent komt ervoor 2 keer 3 is 6. En wordt eentje minder, wordt een 1. En die schrijf ik niet op. Ga ik nog even herschrijven. We hebben al vaker gezien dat x tot de macht 2,5 is x kwadraat keer x tot de macht 1/2. Oftewel x kwadraat wortel x. Hoef je niet steeds op te schrijven. Op een gegeven moment weet je dat en vul je dat hier gewoon in. En deze is klaar.